Hey kijkers van de David Kraft, welkom bij een nieuwe Mindtopia. Een video waarbij ik heb er in ieder geval heel veel hype over. Mensen die dagelijks bij de loot crate zitten, die hebben er heel veel hype over. Sterker nog, mensen die graag een crimineel worden en wel eens een keer een kledingstukje gejat hebben van ander, zullen hier ook heel erg origineel, heel erg hyped over zijn. Ik begin even weer met hetzelfde, wat ik bij de vorige video's ook heb gedaan. Laat even een like achter, jongens. Ik merk het als ik het niet vraag. 1000 tot 2000 likes, doe ik het wel. 2000 tot 3000 likes. Wat is dat? Waar komt dat door, jongens? Even open vraag. Als je reactie achter gaat laten, laat dat maar even achter. Waarom is het dat jullie, als kijkers daar steeds aan herinnerd moeten worden? Ik vind het raar. Ik voel me vies. Ik moet het echt van mezelf afvegen. Elke keer als ik het doe. Maar misschien zit er een reden achter dat jullie het gewoon vergeten of zo. I don't know. Of dat je zoiets van, ik like pas aan het einde van de video. Het boeit me niet of iemand het aan het begin vraagt. Nou, blijkbaar wel. Een heel groot deel. Doe dat even. Likey, abonneerie en reageerie. Hey, we gaan het vandaag hebben over kleding. Dit kennen jullie waarschijnlijk wel. We hebben hier Midnight. We hebben hier Fading Iron, Gold en Diamond. We hebben hier Ender. Nog nooit gezien in game. Een wortelpak. I know. Mondriaan. Prinsessenjurkje, eenhoorn, wat de hel. En hier nog een hele rits van cactus tot aan pink en purple diamond. Prachtig is dit. Glacial, we hebben hier, nou, dat is, noem het lava, maar eigenlijk is het brons. En natuurlijk Bob de Bouwer. Gaan we het helemaal niet over hebben. Totaal niet. We gaan het vandaag over iets anders hebben. Het wordt ook een kortere video dan je gewend bent van Mindtopia. We hebben namelijk over iets wat heel lang beloofd is, maar eindelijk in de game zit. Oh, particle kleding. I know! Als je echt wil opvallen, dan moet je niet meer langer diamond hebben. Nou, dat kun je wel hebben. Dit valt wel degelijk op natuurlijk als je het hebt. Maar je hebt tegenwoordig dus ook bepaalde kledingstukken met particles. Ja, en als je ook nog eens een keer legendaries met particles hebt. Ik weet niet hoeveel daar ooit van in de game gaan komen. Misschien een stuk of 10 of zo. Dat is het. Totaal. Dan ben je helemaal de shit. Ik heb ze ook even op het prinsessenjurkje. I know. Ik heb dit pakje. Heb ik. Dus de schoentjes, de jurk, dit en dit. Heb ik even particles opgezet voor een idee. En je zag het bij de video van Duffy al. Ja. Poef. Er komt hier letterlijk vuur uitvallen. Dat is het. Het is gewoon een beetje vuur van een helmpje af. Maar het kan veel meer. Er kan veel meer komen. Ik zal deze even afdoen. En laten zien wat er gebeurt als je schoenen aantrekt. En zoals je ziet, achtervolgt een hartje mij. Is het niet schattig? Als je dit doet, joh. Je valt zo ontzettend veel meer op dan als je het niet hebt. Het is echt insane. Nou, wat hebben we allemaal nog meer? Want dan kan deze weer uit. Dan hebben we ook nog de prinsessenjurk. Muzieknotes. Dit heeft trouwens niks met het prinsessenjurkje te maken. Kijk, die muzieknotes die zullen waarschijnlijk op deze komen. Op de Ender. Fading Ender of de Fading Diamond. Maar even om een idee te geven wat je allemaal kan hebben. Nou, dan heb je ook nog eens een keer de chestplate. Is het niet kapot vet, jongens? Gewoon de particles die je gewend bent van de lobby, die kunnen nu ook op kleding. Nou, en als je nou 4 stukjes hebt, dat ga je bijna nooit voor elkaar krijgen, hoor. Dan zie je er zo uit. Is het niet kapot dope? Zullen we eens even na gaan denken wat er vet zou zijn als wij op andere kleding dat zouden hebben? Wat zou hier vet bij zijn? Bij Midnight. Zou je daar bijvoorbeeld heel gaaf die crit dingetjes op kunnen hebben? Right? Cactus? Ik denk van die groene sparkles, zeg maar, lijkt me wel vet. Hierbij? Hierbij kan alles gewoon. Iets met rook misschien wel. Deze, joh. Hier kun je zo'n vuurtrail van maken. Wie van jullie is wel eens op de lobby geweest? Ik ga dat nu wel even laten zien. Server, new lobby 1. Oh, die bestaat niet. 0 wel? Oh, die bestaat ook niet. Kunnen we daar niet heen? Dat was hem. Ik typ hem helemaal verkeerd in. We gaan even naar een nieuwe lobby, want dan ga ik jullie dus een idee geven. Wie is hier al trouwens geweest? Oh, rotjochie. Wis, waar is je skin, Wis? Marnik. En dus David. Kijk, hier kun je namelijk in de particles, kun je het heel goed zien. Cosmetics. Particles. Om even een idee te geven. Een slime trail. Dat is toch kapot vet? Dat zul je maar op kleding in Mindtopia hebben. Oké, we gaan de volgende proberen. Wat doe ik nou? Oh ja, hier. Particles. Alles removen. Portal Warp. Nou, dan val je wel even op, hoor. Hé. Als je dit combineert met een mooie, laten we zeggen, enchanted iets of zo. Dit lijkt wel Kingdom, dit. Oké, dat gaan we ook even uitzetten. Particles uit. Dan hebben we een watershield. Oh my god, nee. Dit is waarschijnlijk als je gaat lopen. Ja, het volgt je gewoon.
voor blauwe kleding. Zien jullie het goed op de opname, jongens, hoe het eruit ziet? Oh, want de dingen die ik net liet zien, dat waren puur voorbeelden, hè? Op het prinsessenjurkje in Mantopia. Het kan alle kanten op gaan, maar net wat de PL's willen. Oké, die gaan we ook even uitzetten. En dan doen we de Magic Crit. Ja, dat is toch ook gaaf, hè? Kijk dan. Hallo, ik heb Magic Crit. Ik heb hier nu de Magic Crit. Misschien dat jullie wat te jong zijn voor dat nummer. Dat weet ik niet. We gaan naar de volgende. En dat is... Note Shield. Oh, die hadden we net ook. Maar dit zijn er wel heel veel meer. Dat is misschien een beetje te veel. Maar het ziet er wel vrolijk uit. Vinden jullie niet? Oké, het volg je overal. We gaan naar de volgende. En dat is... Fire Wings. Oh, wow, dit is vet. Die kunnen we ook wel degelijk gebruiken. Oké, wat nog meer, wat nog meer. Deze uitzetten. Villager happy. Ja, ik ben een villager en ik ben happy. Zo, kijk hoe lang dit doorgaat, hé. Oep. Kijk hoe zo'n lange trail dat is. Holy damn. Oké, die doen we ook even uit. Dat was de villager trail happy. Dan hebben we hard shield. Dat lijkt mij een klein beetje heel veel, maar het ziet er wel heel vet uit. Maar dit moet je niet aan denken als er 20 mensen dit in Mindtopia hebben. Nee, hij is echt veel te veel. Dat gaan de developers waarschijnlijk wel even aanpassen. En anders nu, omdat ze het horen. En dan hebben we nog de Villager Angry War... Oh my god, nee. Dit is echt te veel. Dit soort dingen kan dus allemaal. Dus als er mensen zijn die heel erg veel ervaring hebben met dit soort dingen, laat het maar even achter. Dan, oh my god, het is echt heel erg druk. Laat het maar even achter. Als jij nog leuke particles kent, dan kunnen wij dat misschien in Mindtopia brengen. Zal ik het even tegen Joost zeggen, uiteraard. En deze meuk even gauw weer uitzetten, want ik word er helemaal... Nee. Uit. Zo. Oké. Hebben we dat ook weer gehad. De particle kleding is er. En zoals ik al gezegd heb, meestal in de loot crates te vinden zijn. Dus haal je greycoins op. Misschien ook dingen in de inkoop, of niet alleen in de crates. Zo. Maar misschien ook gewoon in de shop daar. En met events zal er ongetwijfeld heel veel komen. Ze beginnen geloof ik gewoon bij seizoen 1. En dan gaan ze door tot en met de legendaries. Ja, ga jij ze verzamelen. Je hebt er maar één nodig om je outfit eigenlijk helemaal compleet af te maken. Zoals ik zei, een kortere video als normaal. Dit was hem. Laat even een like achter. De reden waarom jullie pas liken als ik het aan jullie vraag. En natuurlijk, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren op DDC. En tot de volgende keer. Later jongens.